Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. In deze video wil ik je laten zien hoe ik calorie tellen, intuïtief eten, het houden van je lichaam en een cosmetisch doel combineer. Voordat ik de video begin wil ik even 3 disclaimers geven. Naast dat ik je tips geef hoe we dat gaan doen, laat ik ook zien wat ik eet en daarbij laat ik de macro's en calorieën zien. Mocht je eetgestoord gedrag hebben of daar gevoelig voor zijn, dan raad ik aan om deze video niet te kijken, omdat na elke dag dus de calorieën en de macro's in beeld komen. Daarnaast wil ik je ook op het hart drukken dat ieder lichaam anders is. Iedere behoefte is anders. Momenteel zit ik dus in een calorie-restrictie, zoals dat heet. Dus ik eet minder calorieën dan dat ik verbruik, omdat ik dus dat cosmetisch doel heb. Maar wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. Je zal ook gedurende deze video zien dat ik de ene dag wat meer eet dan de andere dag. Daarnaast zal je misschien zien dat er minder processed food in beeld is. Dit heeft niks te maken met het feit dat ik in een calorierestrictie zit. Maar dit heeft alles te maken met het feit dat deze week gewoon minder sociale activiteiten waren. Want naast dat ik dus let op wat ik eet, ben ik ook gewoon nog steeds intuïtief aan het eten en laat ik eigenlijk niks staan. In die zin, als er dus een sociale activiteit is, geniet ik net zo hard van de wijntjes, de chips, de chocolade, de taart, de whatever er ook op tafel staat. Dus dat wil ik echt aan jullie meegeven. Dat het misschien in deze video niet zoveel te zien is. Maar de komende weken staan er weer allemaal leuke dingen op de planning. En dat worden dus ook echt wel weer weekvlogs. Want ik kreeg daar de vraag over. En ja, de afgelopen 2 weken waren voor mij gewoon druk. Dus dan is er gewoon minder leuks om te laten zien. Maar de komende, volgens mij echt al minimaal 4 weken komen er allemaal toffe activiteiten op de planning. En dan neem ik jullie ook mee en dan zien jullie ook gewoon dat ik geniet van alles en nog wat. Terwijl ik nog steeds bezig ben met mijn cosmetisch doel. Nou, voordat de intro ontzettend lang wordt, wil ik jullie dus meenemen in deze video. Ik hoop dat je mag inspireren en ik hoop dat het je vooral aan het denken mag zetten. Want ja, hoe ik het zie, is dat kutte zelfliefde en een cosmetisch doel echt wel samen kunnen gaan. De 7 tips om het kutte, intuïtief eten en het houden van je lichaam te combineren. De allerbelangrijkste tip is zelfliefde. Wanneer je niet van jezelf houdt, zal dat ook niet gebeuren wanneer je een bepaald goal hebt nagestreefd. Vaak zetten we een goal omdat we ergens ontevreden over zijn. We vinden misschien ons buik te dik, we willen een aantal kilo afvallen of we willen sterker en gespierder worden. Wanneer je constant je focus op dat goal en alleen maar bezig bent op het negatieve, zal je dus altijd kijken naar het negatieve. Misschien ben je aan het eind van het goal wel een paar kilo afgevallen, maar je zal altijd blijven focussen op wat je minder mooi vindt aan jezelf. Bijvoorbeeld, mijn buik is nu dan platter, maar ik vind nog steeds dat ik dan dikke benen heb. Of te kleine borsten misschien wel. Of misschien vind ik door het afvallen mijn armen wel te dun. Dat zijn dingen waar je altijd op blijft focussen. Het allerbelangrijkste is dus dat je leert van jezelf te houden. Zoals je nu bent, gedurende het hele proces, maar ook bij het eind van het goal. Het goal zet je als het ware uit liefde voor jezelf. En niet omdat je ontevreden bent over hoe je eruit ziet. Mocht er interesse zijn in een video voor meer tips van zelfliefde, laat dat dan zeker even weten in de comments. Tip 2. Eet alles wat je wil. Het klinkt bijna als een utopie. Alles eten wat ik wil en toch progressie kunnen maken. En heel lang heb ik gedacht dat al die fitness influencers alleen maar leefden op rijst, broccoli en kip. Maar niets is minder waar. Want ook deze mensen genieten van een goede burger, af en toe een zak patat of een lekkere zak chips of reep chocola. Althans, degene die een gezonde relatie hebben met voeding. Na het zien van de video van Stephanie Buttermore, waarin zij all in ging, werd ik geïnspireerd. En ook ik ben in 2020 all in gegaan. Niet zo heftig als dat zij deed, maar ik heb me wel mezelf voorgenomen dat ik alles mag eten wat ik wil. Of het nu maandag, dinsdag, vrijdag of zondag is, als ik zin heb in die donut, als ik zin heb in die zak chips, als ik zin heb in dat ijsje, dan neem ik dat ijsje. Ik hoef mijn eten niet te verdienen. Ik hoef mijn eten er niet af te verbranden. Ik mag
alles eten wat ik wil. Stel, je gedachte over een pizza is slecht. Je mag dit alleen maar in het weekend. Dan plaats je die pizza op een voetstuk. Zodra het weekend is, eet je pizza, want ja, nu mag het. En daarnaast heb je deze week ook echt heel goed je best gedaan, want je hebt alleen maar sla, kip en rijst gegeten. Maar ja, nu je toch al zo ongezond bezig bent, dan kan die bak ijs er ook wel bij. En ja, je hebt vanavond een borrel en je was toch al slecht bezig. Dus ja, of je nou 1 of 6 wijntjes neemt, maakt nou ook weer niet uit. Want ja, die pizza heeft eigenlijk al alles verpest. En die borrel, wat maakt het nou uit? Dan kan je net zo goed ook die hele zak chips leeg eten. Want ja, het was toch allemaal verpest door die ene pizza. Maandag ga je wel weer op restrictie en ga je wel weer aan de sla met de kip. Door pizza, ijs en dat soort voeding wat in de volksmond als ongezond wordt gezien, niet meer op een voetstuk te plaatsen of speciaal te maken, wordt het op een gegeven moment ook niet meer interessant. Als jij altijd een pizza van jezelf mag eten of altijd een donut of altijd een zak chips, dan wordt het op een gegeven moment niet meer interessant en dan ga je er ook geen cravings meer naar hebben. Vandaar dat je mij in deze video vrij weinig processed food ziet eten, omdat mijn interesse daar ook niet naar ligt. Het is niet dat ik het mezelf verbied, het is dat ik er gewoon geen behoefte aan heb. Waarom niet? Omdat ik het toch altijd mag eten. Dus waarom zou ik het dan gaan eten omdat het weekend is, als ik er geen behoefte aan heb? Ik eet het wanneer ik er behoefte aan heb. En de ene week is dat wel zo en in deze week is dat toevallig niet zo. Wanneer je dit soort voeding zonder schuldgevoel gewoon op een maandagavond eet, dan is de drang ernaar ook een stuk minder. En ja, dan wordt het ook gewoon een stuk minder speciaal. Tip 3. Zet een doel. Zodra je van je lichaam houdt zoals het nu is en je van jezelf alles mag eten wat je wil, is het tijd om een doel te zetten. Je kan gaan kijken wat je doel is. Wil je gespierdere armen, een plattere buik, een sterkere borst? Of wil je misschien een paar kilo kwijt? Wat je doel ook is, onthoud dat je dit doet vanuit zelfliefde en respect voor jezelf. Daarnaast is het geen crash dieet of een bepaald doel met een eindgoal. Nee, het is iets wat je consistent moet kunnen volhouden. Dus zet jezelf niet ineens op 1200 calorieën en denk, oh, dit hou ik even 3 weken vol en dan is het klaar. Want het is niet klaar. Doe iets wat je consistent vol kan houden en doe iets uit liefde voor jezelf en liefde voor je lijf, want dat verdien je. Tip 4. Blijf luisteren naar je lichaam. Ondanks dat ik voor mezelf een aantal calorieën heb voorgeschreven, blijf ik altijd luisteren naar mijn lichaam. En dat is iets wat ik jou ook echt aanraad. Honger is eten. Dan kan je je misschien afvragen, hoe kan je calorieën tellen en tegelijkertijd intuïtief eten? Dat doe ik als volgt. Bij mij helpt het calorie tellen namelijk om mijn hoofdhonger te vergelijken met buikhonger. Ik kan nog wel eens honger hebben uit verveling. Dan ga ik gewoon een beetje snacken. En het snacken kan zijn snoeptomaatjes, het kan fruit zijn, maar het kan ook chips zijn. Maakt allemaal niet uit. Ik ga snacken. Doordat ik van tevoren mijn calorieën invul of gedurende de dag, ben ik bewust van wat ik allemaal eet. En luister ik ook bewuster naar mijn lichaam. Ik heb dus inderdaad wel eens avonden waarop ik nog echt buikhonger heb. Dat mijn buik knort. En dan kijk ik naar mijn calorieën en dan denk ik, oeh, ik ben inderdaad al wel over mijn caloriebudget heen. Maar mijn buik geeft iets anders aan. Ga ik dan kijken naar het schemaatje of luister ik dan naar mijn buik? Nou, je voelt het misschien al aan. Dan luister ik naar mijn buik en geef ik mijn lichaam wat het verdient. Namelijk eten. Ik kies dan dus ook voeding waar ik gelukkig van word. En door dat dus te doen, word ik me veel bewuster van mijn hoofdhonger versus mijn buikhonger. Vandaar dat ik het zo fijn vind om deze twee dingen juist te combineren. En dat is ook iets wat ik jou altijd wil aanraden. Wat elke dieetgoeroe je ook vertelt, buikhonger is eten. Buikhonger is celhonger. En celhonger betekent, we hebben iets nodig om te groeien, we hebben iets nodig om te kunnen blijven functioneren. Dus geef ons voeding. Dus luister altijd naar je buikhonger en gun jezelf eten. Tip 5. Wees dankbaar. Al een kleine tip als het gaat om zelfliefde. Wees dankbaar. Iedere ochtend schrijf ik op waar ik allemaal dankbaar voor ben. Het kunnen de kleinste en grootste dingen samen zijn. Ik kan dankbaar zijn voor het mooie weer, voor mijn lieve familie en vrienden, voor hoe mijn lichaam er nu al uitziet, hoe krachtig, hoe sterk het is, hoeveel het eigenlijk kan,
hoe mooi het is dat het me tot hier, tot op de dag van vandaag, al zo veel heeft gebracht. Zo dankbaar ben ik daarvoor. En dat is iets wat ik mezelf altijd blijf herhalen. Gedurende de progressie. En ook al zijn er momenten dat het even minder gaat, dat ik negatievere gedachten over mijn lichaam heb, dan probeer ik altijd daar bewust van te zijn. En weer dankbaarheid te tonen voor mijn lichaam, maar ook voor al het andere. Voor bijvoorbeeld dat ik geld heb om eten te kopen, dat ik een dak boven mijn hoofd heb, dat ik een baan heb, dat ik gelukkig ben, dat ik gezond ben, want dat is het allerbelangrijkste. Je kan wel een bepaald doel hebben in je leven, maar als jij, doordat je dat doel wil nastreven, mentaal of fysiek ongezond bent, dat je altijd moe bent, dat je altijd somber bent, dat je nooit tevreden bent, dan ben je dus niet gezond bezig en kan je ook niet dat bepaalde doel nastreven. Juist doordat je gezond en fit in het leven staat en juist doordat je dankbaar bent voor wat je lichaam nu is, kan je veel beter een doel nastreven. Tip 6. Alles is progressie. Soms zijn we er te veel op gefocust op een bepaald doel. Bijvoorbeeld, mijn doel is een strakkere buik, zichtbare buikspieren. Dat is toch al heel lang mijn doel. Volgens mij iedereen die mij volgt weet dat dit mijn doel is. En daar kan ik soms te veel op gefocust zijn. Dan kijk ik in de spiegel en dan denk ik, oh ja, ik heb nog steeds die buikspieren. Ik heb nog steeds. Als we daarop blijven focussen, dan wordt dat echt een soort tunnelvisie en dan blijf je daarop focussen. Terwijl ondertussen heb ik ineens wat zichtbare armspieren. Maar er is ook ander soort progressie. Het feit dat ik dus nu al met liefde naar mijn lichaam kan kijken, ook al zijn er soms nog die gedachtes over het niet hebben van buikspieren, daar kan ik me bewust van zijn en tegelijkertijd zien wat er wel allemaal mooi is aan mijn lichaam en tegelijkertijd ook al trots zijn op hoe mijn lichaam er nu al uitziet, want damn I am. Juist door daar bewust van te zijn en bewust te zijn van de progressie, het feit dat je dat ik nu zwaardere gewichten kan tillen, maar ook de trap op kan lopen zonder te hijgen, zwaardere boodschappen kan tillen zonder moeite, maar ook zonder moeite 20 kilometer even naar mijn opleiding te fietsen. Dat zijn allemaal dingen wat ook progressie is. Dus kijk ook naar die progressie. Misschien kan je ineens wel een langere wandeling maken dan voorheen. Misschien kan je ineens een mooie fietstocht maken wat voor jou eerst een struggle was. Misschien kan je ineens meekomen tijdens het werkuitje met een of andere sportactiviteit terwijl je dat nooit kon. Misschien kan je een squat langer volhouden of een plank. Dat zijn allemaal progressie. Dus focus je niet alleen op het doel wat je hebt, maar kijk ook naar een algehele progressie. Blijf kijken ook naar de relatie tussen jou en beweging en voeding. En focus je daarop en niet per se op het eindgoal, maar op alle progressie die je maakt. Dat brengt me meteen naar de 7e en laatste tip. Geniet van het proces. We zijn dus vaak te gefocust op het einddoel en vergeten het hele proces. En dat heeft alles te maken ook met die hele progressie. Kijk naar wat je kan. Kijk naar hoe het nu gaat. Elke dag is weer een nieuwe dag om progressie te kunnen maken. Als je bijvoorbeeld bezig bent in de sportschool. Elke keer ben ik weer trotser als ik een zwaarder gewicht kan pakken. Elke keer ben ik weer trots als een training me gemakkelijk afgaat. Elke keer ben ik weer trots op als ik bijvoorbeeld in het dagelijks leven dingen makkelijker kan doen. En dat ik gewoon lekker kan genieten van een zak chips zonder me daar schuldig over te voelen. Elke keer ben ik bezig met het proces. Want het proces is misschien wel het allerleukst en het allerbelangrijkste. En als het proces voor jou leuk is, dan is het ook gewoon makkelijker om uiteindelijk je doel te behalen. Als voor jou het proces is dat je denkt, oh, ik moet nu even dit doen en ik mag dit niet van mezelf. Dan wordt je einddoel ook niet leuk. Want je denkt wel, oh ja, als ik dit nu allemaal laat, dan heb ik mijn einddoel bereikt. Maar hoe trots kan je op het resultaat zijn als de weg er naartoe één groot struggle was. Dus geniet alsjeblieft van het proces. Gun jezelf alles. Wees lief voor jezelf. Luister naar je lichaam. En wees trots op wie je bent en wat je nu al allemaal kan. En dit was dan deze, ja,
niet echt weekvlog, maar meer een video waarin ik laat zien wat ik eet. En ik heb jou hopelijk mogen inspireren om te blijven houden van jezelf. Om doelen te zetten omdat je van jezelf houdt. En ik gun het jou zo dat je geniet van alles in het leven. Dat je niet dingen ziet als een crash dieet. Dat je niet dingen jezelf ontneemt omdat je een bepaald goal hebt. Blijf genieten van alles in het leven. En dat is iets wat ik ook doe. Daarnaast wil ik je ook nog vertellen dat dit nu toch een tijdelijk goal is. En wel met een einddoel. Of tenminste een eindtijd. Ik wil dat graag voor mijn verjaardag hebben. En vanaf mijn verjaardag ga ik gewoon weer op gevoel eten. En gaat het zogenaamde bulken weer beginnen. En eet ik dus helemaal intuïtief. Maar doe wat werkt voor jou. Vind jij het calorietellen allemaal te heftig? Komt dat te dichtbij? Doe het vooral niet. Vind je het intuïtief eten juist heel erg lastig? En wil je daarmee oefenen, dan kan het calorietellen in combinatie met intuïtief eten heel goed werken. Omdat het je bewust kan maken van wat je allemaal eet. Maar doe het niet omdat je jezelf haat. Doe het omdat je houdt van jezelf. Dat is echt iets wat ik echt heel erg op je hart wil drukken. Eet wat je wil en wat jou gelukkig maakt. En ik hoop dat je geniet van alles in het leven. Ik hoop dat deze video jou heeft mogen inspireren. Vanaf volgende week is het weer een gewone weekvlog. Want ik ga allemaal weer leuke sociale dingen doen. En daarin ga ik zeker alles eten wat ik wil. Mocht je tot hier hebben gekeken, doe dan zeker even dat duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. En ik hoop je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!